Wijkreporter Benny maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in Boswinkel. Vooral rond de scholen ontstaan er gevaarlijke situaties. Wat is er aan de hand, Benny? Ik sta hier voor de Europaschool aan de Belgielaan. En ik maak mij grote zorgen over de verkeersveiligheid op deze straat. Het gemotoriseerde verkeer houdt zich amper aan de 30 kilometer. En ik sta hier met Mannes Verwe. Mannes, wat vind jij van de verkeersveiligheid rond de Europaschool? Ja, goedemiddag Benny. Mijn naam is Mannes Verwe. Ik ben combinatiefunctionaris sport en onderwijs van de gemeente Enschede hier in Stadsdeel West met aandachtswijk Boswinkel. Ik sta hier op de Richard Krajicek Plaza 4 middagen in de week, maandag tot en met donderdag en dat doe ik na schooltijd. Ik ben altijd iets eerder, dus ik zie eigenlijk veel verkeer ook van de ouders zeg maar, die komen en gaan. En ik heb best wel zorgen over de snelheid waarmee sommige bestuurders hier rondrijden. Als je ziet dat kinderen uit school straat oversteken en naar hun ouders toe rennen, denk ik wel dat dat zorgelijk is. En zeker letten die kinderen niet goed op. En ja, als daar iemand met hoge snelheid langs rijdt, is dat gewoon gevaarlijk. Als ik zelf kijk, ook vind ik het, denk ik ook dat het gewoon nog wat beter aangegeven kan worden. Dat het echt 30 km per uur is. Ik vind dat het aan het begin van de wijk wordt het wel aangegeven, maar misschien wat meer herhaalbordjes. Ja goed, verdere opties worden volgens mij ook nog besproken. Maar ja, dit is mijn beeld. Ik zie het in elk geval vaak gebeuren, ook als ik hier op het plein sta, dat er veel te hard gereden wordt, zeg maar. Mannes, bedankt voor jouw interpretatie. Wij zitten wat dat betreft op één lijn. Wel. En ik denk dat het stadsdeelmanagement daar binnenkort wel gepaste maatregelen zal nemen.